Hi, dit is hier Louis de Jager van Tuin- en Landschapsarchitectenbureau Commensalist. En amper jaar en half geleden heeft Beukelhoed hier te Zwevegem, dichtbij Kortrijk, van een kale maisakker een voedselbosparadijs gemaakt. We zijn daar niet zomaar mee gestart. Het idee is dat we dus eerst heel veel zaken hebben ingezaaid. Een biomax, maximum biodiversiteit, maximum biomassa. Waarom? We hebben hier een mix van heel veel verschillende planten gezet, die allemaal verschillende exudaten hebben, dus allerlei verschillende chemische componenten dat ze via hun wortels uitstoten. Voornamelijk heel veel koolstofrijk materiaal, heel veel suikers, om allemaal verschillend bodemleven aan te trekken. Hier zie je bijvoorbeeld dat er Phacelia staat, dat er allerlei biodiverse planten staan. Canadese fijnstraal is hier vanzelf bijgekomen. Phacelia, heel goed voor de bijtjes. Chinese radijzen, van alles en nog wat, gewoon om ervoor te zorgen dat er hier maximale biodiversiteit is. Waarvoor heeft dit gezorgd? Dat deze bodem, die toch redelijk doods was, over een jaar en een half tijd ongelooflijk vruchtbaar en ongelooflijk vol met leven is gekomen. Het is niet alleen maar de bodem die enorm tot leven is gekomen, maar heel de omgeving zelf. Als je hier rond je wandelt, dan zie je gewoon overal vogeltjes opstijgen van tussen de planten. We zijn nu november, half november, bijna december. En het is ongelooflijk hoe groen dat hier nog is. En ook ongelooflijk hoeveel leven dat er hier is gekomen, gewoon puur door menselijk ingrijpen. Je zou kunnen zeggen, oké, ja, heel goed, we hebben een kale maisakker omgezet naar een voedselbos. Hoera, hoera, heel goed voor de natuur. Dat klopt. We hebben moeten inboeten op oogst. Een voedselbos heeft minder oogst dan een maisakker, maar heeft ook minder input en heeft ook heel veel andere benefits, waaronder andere biodiversiteit, koolstofopslag, beleving, want het is hier een pluktuin, pluktuinbes. Dus er zullen hier heel veel mensen komen plukken. Dus je moet het zien als een optelsom van zeer veel verschillende functies dat de voedselbos pluktuinbes hier zal leveren. Dus oogst is niet één pijler, maar één van de verschillende pijlers. Wat is er nu beter, mais, akker of voedselbos? Daar ga ik me zeker niet over uitspreken. Je hebt allebei de landbouwvormen nodig. Ze hebben twee verschillende functies en ze kunnen ook perfect naast elkaar bestaan. Hier zie je dat we aarde hebben gehaald uit deze geul om hier verhoogde bedden te maken. Dat zorgt ervoor dat wanneer het winter is en er te veel water is, dat de boompjes niet verzuipen. We hebben hier een plantafstand van 3,5 meter tussen de laagstam fruitboompjes gezet, zodat ze ongelooflijk veel ruimte hebben om te groeien, als ook dat er nog plaats is voor onderbegroeiing. Wat je hier al kan zien, is dat er paddenstoelen beginnen te groeien. Dus het mycorrhizaal netwerk begint hier sowieso wel te vormen. Dit is de bedoeling van een voedselbos, dat we de successie vergroten. Het is ook belangrijk om de successie dus versneld te laten gaan. Vandaar dat we hier bijvoorbeeld wilg hebben gezet. Die wilgen gaan ervoor zorgen dat, dat de successie vanzelf sneller vergroot wordt. Die bomen gaan schaduw leveren, waardoor dat het bossysteem hier zich sneller gaat establishen. Achter je zien we dat we ook alnus hebben aangeplant. En een beetje verder komt er Paulownia, een experiment om de biomassa te verhogen en ervoor te zorgen dat de andere planten mee in dat bossysteem gezogen worden. Belangrijk is, als je daaraan begint, dan weet je dat je onderhoud zal hebben. Want die welg of die alnus, die zal ervoor zorgen dat zij misschien de boel gaan overwoekeren. Dus je weet, als je daaraan begint, let op voor het onderhoud. Na een paar jaar mag je die afzagen tot aan de bodem. Dat gaat terugkomen als hakhout. En mag je in principe dan ieder jaar met je bosmaaier of als je dat hebt met een klepelmaaier overgaan om het te verbrijzelen, zodat dat dan eigenlijk gratis mest wordt voor de bomen. Nu gaan we eventjes wandelen over een pad die tussen het hakhoutbosje gaat. Dit bosje dient dus één als windbescherming, omdat van het zuidwesten komt er heel veel wind in, de dominante windrichting hier. De tweede functie is brandhout. Dus als je wilt verwarmen op brandhout, dan kan je dat dus ook gewoon kweken in je voedselbos. Welke soorten hebben we hier aangeplant? Hier van alles staan, waaronder wilg, hazelaar, eik, alnus. En die zorgen dus allemaal voor windscherm, voor hakhout, voor te verbranden of als gratis meststof te gebruiken. Of een zeer
belangrijke andere functie. En je ziet het hier gewoon, de vogeltjes zitten hier al tussen, de biodiversiteit. Je wilt plekken hebben waar dat er natuurlijke vijanden van je boompjes, van de productieboom, hè. Kers, amandel, allemaal prunussoorten die je hier ziet staan. In de lente bloeit dat hier allemaal ongelooflijk mooi in het wit. En die zorgen ervoor dat er dus natuurlijke vijanden zijn die de beestjes die onze productie zouden aanvreten in toom zullen houden, zodat er een natuurlijk evenwicht is. En als je dit pad nog een beetje verder volgt en eventjes off-road met mij gaat, dan houden we dus eventjes door. Hey, je ziet hoe biodivers dat het hier is, hoe levendig dat het hier is. En dan komen we bij het volgende element wat dat ongelooflijk belangrijk is. En dat is water. Hey. Een voedselbos zonder water is als een café zonder bier. En hier komt er nog oeverbeplanting. En dit is een natuurlijk grondwaterniveau. Dus de waterspiegel stijgt en daalt volgens de seizoenen. En het is... heel zot om te merken dat het heel wat leven aantrekt. Water is een goede plek om voeding te kweken. Waarom? Omdat in het water gaat alles veel sneller. Een plant moet zijn gewicht niet dragen, omdat een plant gewoon blijft drijven. Waardoor dat eigenlijk meer productie in water kan hebben dan op grond. De grootste oogsten zijn gemeten in water en niet op grond. Vandaar heel interessant om ook daarmee te experimenteren. Dan het laatste deeltje dat ik jullie hier vandaag ga tonen, dat is een intensiever gedeelte. Hey, als je een voedselbos start, dat kost geld om dat op te starten. Hey, palen kosten geld, bomen kosten geld, ontwerp kost geld. En hier zie je een zone waar er klein fruit wordt aangeplant. Er zijn al twee stroken aangeplant door Beukel, de eigenaar. Die gehaald heeft van het fruitbos. En dit zijn de frambozen, cash crop. Waarom cash crop? Het eerste jaar heeft er al productie. Dus vanaf het eerste jaar kan je daar al van oogsten, kan je dat al verkopen en heb je onmiddellijk al een inkomst. En zoals je hier rondom ziet, hebben we toch nog een tamelijk mooie zone. Allemaal cash crop die er zal komen om ervoor te zorgen dat de eigenaar de eerste jaren al wat productie heeft. Voilà, dit is hier een update van Pluktuin Bes. Ik wens jullie zeer veel voedselbosplezier.